Joris, het was een bizarre week. Veel gebeurd. Hoe heb jij deze week ervaren? Ja, en wat je zegt, er is heel veel gebeurd. Voor mij ook apart, omdat ik natuurlijk grotendeels van de week in Zeist zit. Dus ik maak het allemaal een beetje vanaf de rand mee eigenlijk. Wel wennen, moet ik zeggen. Normaal werd ik altijd natuurlijk was ik snel op de hoogte van de dingen die er binnen de club speelden. Ja, nu ben ik er gewoon iets minder. En ben je ook minder op de hoogte. Dus hoor je veel via anderen. Maar iedereen heeft me even telefonisch op de hoogte gehouden. Dus ik was op de hoogte. Maar ja, dat is een chaotisch weekje geweest. Toch, je bent de meest ervaren speler van de selectie, in ieder geval hier bij Willem II. Hè? Je zit hier het langst. Wat zeg je tegen jonge jongens in zo'n week? Ja, je merkt wel, er zijn heel veel verschillende karakters in de groep. En elk karakter gaat daar anders mee om. Er zijn jongens die kunnen dat heel makkelijk van zich af laten glijden. Er zullen ook ongetwijfeld de ene jongen zal opgelucht zijn, die misschien weer speelkansen ziet. En de andere is heel teleurgesteld, omdat hij heel fijn samengewerkt heeft met Van der Looy. Zo heeft iedereen wel iets. Dus er ligt meer aan de karakters dan denk ik puur aan de leeftijd. Ik moet wel zeggen, ik loop nu een heel aantal jaren in de voetballerij rond. Het is een komen en gaan van mensen. En dus ik denk dat spelers die bouwen zich er ook wel een soort van harnas voor op. En ik krijg er een beetje een dikke huid van dat er wel eens mensen weggaan. En ja, natuurlijk is er deze week is er een hele slechte sfeer heeft op de club gehangen. Heel down. Alleen ja, uiteindelijk speel je morgen gewoon weer een belangrijke wedstrijd. En dan moet je wel snel de knop om. En ik denk dat voetballers eigen is om dat snel te regelen. Ja, en niet de minste, koploper PSV komt op bezoek. Ja, is geen normale wedstrijd. Wat moet je dan misschien wel meer brengen dan normaal? Of Dat is altijd moeilijk, want wat moet je meer brengen dan normaal? Je moet in Ik bedoel meer. Het valt me op dat als je tegen topploegen speelt, dan kan je altijd net wat meer brengen, hoe je het ook went of keert. Ja, dat heeft misschien ook wel een beetje met het verwachtingspatroon te maken natuurlijk. Hè. Dat is een ander verwachtingspatroon. Vaak tegen topwedstrijden een ontzettend goede sfeer in het stadion. Ja, dat is ook iets wat we morgen echt nodig gaan hebben. Dat we deze week zo snel mogelijk achter ons kunnen gaan laten. Dat de jongens zich gaan laten zien tegen PSV. Ik hoop en ik verwacht ook gewoon een reactie vanuit het team. Want de trainer is er nou een beetje de dupe van geworden. Alleen ja, met de neerwaartsspiraal waarin we zaten, qua spel met name. Zijn we allemaal debet aan. Dus dat moeten we ons ook aantrekken. En dat signaal oppakken en laten zien dat het anders kan. Laten zien dat we stoere kerels zijn. Ja, daar komt volgens mij een club niet voor, hè? Ja, precies daarom. Dankjewel. Nee, geen dank.